Welkom op de eerste artiesttaak van het seizoen. Zoals u weet worden de artiesttaken door het MUCA georganiseerd in samenwerking met de Antwerpse galerieën en kunstinstellingen. En de bedoeling is eigenlijk doorgaans om een kunstenaar die op dit moment in een Antwerpse ruimte exposeert, hier ook even het woord te geven. Het voordeel is daarvan dat je ofwel de tentoonstelling al gezien hebt, ofwel nog kunt gaan zien. Hè, zodat deze woorden ook niet puur loze woorden zijn, maar ook ergens toch een tentoonstelling van een context en extra duiding kunnen voorzien. Of ze kunnen u inspireren of u motiveren om te gaan kijken of terug te gaan kijken. Vandaag hebben we Elke Boon te gast. Elke Andreas Boon. Maar mag ik Elke Boon zeggen? Nee. Elke Andreas. Ik zou zeggen gewoon Elke. Hè? Dat is ook goed. We hebben Elke Andreas Boon te gast. En dit naar aanleiding van haar solo-tentoonstelling die pas geopend is bij de Annie Gentils Galerie. En de tentoonstelling loopt nog tot 18 maart. Hè. Dus je hebt nog ruim de tijd om te gaan kijken. Elke Andreas Boon is geboren in 1969 in Gent. Woont en werkt ook in Gent. Je hebt fotografie gestudeerd. Nee, mode. Nee, mode gestudeerd. Waar precies? Dat heb ik niet teruggevonden. Gent. En welke school? Kask. Kask Gent, oké. Okay. Mode aan Kask Gent. Kunnen we het over hebben zo dadelijk. En sinds ongeveer 1996, 1997 kan je haar werk zien in diverse binnen- en buitenlandse tentoonstellingen. Solo, groepsentoonstellingen. En Elke Andreas Boon staat bekend voor vooral, hoofdzakelijk, haar fotografisch werk, alhoewel ze ook video's maakt en tekeningen tentoonstelt en objecten en installaties. En ook muziek maakt. Fotografisch werk en videowerk dat gekenmerkt wordt door bijzonder kwetsbare, maar ook vaak sensuele portretten die soms een beetje lijken te twijfelen tussen het kwetsbare en het sensuele en soms ook het lelijke voorzichtig opzoeken. Maar zoals ik zei, daarnaast maak je ook werk op papier, tekeningen, video's en objecten en installaties. Daarnaast heb je ook een band, een groep, een muziekgroep, Mary and Me heet die het nog steeds of niet? Het is Gauss nu. Hoe heet die? Gauss. Gauss, hoe schrijf je dat? G-A-U-S-S. Van de curve? De Gauss-curve? Van de wiskundige, ja. Ja, oké. Okay. Gauss, oké. Okay. En oké, daar kunnen we het ook nog even over hebben, zo dadelijk. Ik heb denk ik uw vorige band gezien nog. Ja. Ja. Ik heb jou ooit nog als Elke Boon gekend en nu ben je Elke Andreas Boon. Hè? Ja, ik was toen ook al Elke Andreas Boon, maar ik gebruikte mijn naam maar half. En maar die Andreas, voor wat staat dat precies? Of? Dat is mijn naam. Elke Andreas Boon. Ja, Elke Andreas Mathild Boon. Dat is oom en tante? Of Peter en Meter? Of? Dat was mijn, ja. Peter en Meter, okay. Ja, ja, inderdaad. Peter dan, Andreas, ja. Jouw tentoonstelling die momenteel loopt, heeft een heel mooie titel. Ik ga even op de knop duwen en heb ook wat beelden. Hè. On a mangé tout le chocolat. Pourquoi, ce titre? Vanwaar die iets wat tristesse uitstralend titel? Wel, ik kijk naar de wereld en ik zie dat chocolade bijna op is. En dat wij die allemaal hebben opgegeten. Chocolade is zoet en troostend en mooi en bijna op. Mm-hmm. Daarom die titel. Mm-hmm. Mijn werk is altijd eigenlijk, mijn werk. Ik kijk en ik communiceer, voilà. En daarvoor die zin ook. Mm-hmm. Is dat een titel die je ergens gevonden hebt? Of is dat iets dat je zelf ergens genoteerd hebt tijdens een ervaring of een dagboeknotitie? Gevonden. Ik heb die bedacht, maar ik heb wel een liedje gehoord. J'ai mangé tout le chocolat. Over een vrouw die dan haar lief en pesten is en al zijn chocolade heeft opgegeten. Maar dat die mij dan naar die grotere zin gaan. Mm-hmm. Die... Maar als ik het begrijp, klinkt die wel nogal pessimistisch dan, toch? Als je naar de wereld kijkt en we hebben alle chocolade opgegeten, op is op, hè? Ja, maar dat weten we toch allemaal. Ik ben niet de pessimist. Het is ook een... pessimistisch, realistisch. Ik denk... De beste manier om niet pessimistisch te zijn, is om realistisch te zijn. Dan zie je effectief wat je nog kunt aan doen en hoe je de situatie kunt kantelen. En zo werk ik dan. Dus ik...
ik zie dingen, ik denk over dingen na, ik wil... Ja, die zetten mij aan om iets te maken en dat is eigenlijk mijn communicatie, vraagstelling, mijn hand uitreiken, iets naar voren brengen dat mij bezighoudt en dat is al mijn werk. En ik denk over de dingen daar, na die mij aanspreken en dit dus ook. Ja. De vraag die ik ook vaak stel aan mensen wanneer we het over een tentoonstelling hebben is hoe je met het medium tentoonstelling omgaat. Hè. Je weet op voorhand een paar maanden idealiter dat je een solo tentoonstelling hebt, dan, van dan tot dan. Werk je daar heel concreet naartoe? Maak je daar werken voor? Of is het meer zo dat je gewoon werken maakt, in jouw geval foto's, tekeningen, objecten, die dan gewoon op het einde in het kader van een tentoonstelling geaccrocheerd worden? Of zit die tentoonstelling bij het maken zelf ook al echt in je hoofd? Met voorbedachte raden, als het ware, werk maken. Of is die tentoonstelling er niet in je hoofd, voor leren ineens die deadline er iets van, oei, ik moet gaan opstellen of zo. Bijvoorbeeld, hè, heel concreet, dit werk, hè, dat een van de eerste werken is die je ziet als je de galerie binnenloopt, hè, de linkerkant, hè, naast de ingang. Dat lijkt zoiets site-specific, iets dat voor een bepaalde plek gemaakt is. Of is dat iets dat ook al in je atelier een bepaalde plek had en nu gewoon verplaatst is? Hoe moet ik dat... Het is een werk dat lang in mijn hoofd een bepaalde plek had. En dan de beste motivatie om iets te produceren is natuurlijk wel een moment hebben dat je het kunt tonen. En ja, zo werkt iedereen denk ik dat wel graag naar een toonmoment toe. Dan heb je zo wat vuur aan je schenen en dan naar de wat sneller pijltjes. Maar ja. En vertel eens iets over dat werk, want ik was verrast om het te zien. Hey. Ik kende jou ook toch vooral via foto- en videowerk. En ineens zie ik daar een heel barok gedrapeerd stuk. Het is natuurlijk moeilijk om lang te werken en iets om daarin een openheid te creëren en dat dan lekker te gaan toesmeren door allerlei uitleg eraan te geven. Een werk is natuurlijk maar misschien eerst puur vooral technisch, wat het is voor de ander. Wat zien we eigenlijk? Of wat moeten de mensen zien? Het is een gevonden stuk stof, hè? Maar je hebt daar parels aan toegevoegd? De stof sleept op de grond en er zijn vlekken. En die vlekken zijn volgen uit met kleine rode parels. Mm-hmm. Echt heel dik genaaid. En waar komt zo'n beeld dan vandaan of zo? Hoe vat dat post in je hoofd? Alvorens het ook nog eens een vorm krijgt? Ja. Is er iets van een visioen? Ja, ik zie dat wel. Ja. Maar natuurlijk, het naaien en de parels, dat is wel een taal die ik al lang gebruik. Dus het is gewoon eigenlijk de taal die ik nu toepas, ook met dat gordijn. Maar ik heb dus ook de album met parels. Ik heb ook de rags en bandages. Ik heb ook de wounded uniforms. Waarbij ik altijd... twee kanten van één ding wil bekijken. En in dit geval is dat... Twee kanten is eigenlijk nog weinig kanten. En bijvoorbeeld de wonden, die verschillende betekenissen of associaties kan hebben. Als bijna een symboliek van Is dat een suggestie van bloed die je daar voor mij geeft, wel, ja. Voor mij wel. Een van de eerste keren dat ik jouw werk zag was op de Rode Poort, de legendarische expositie van Jan Hoed, die eigenlijk het smak inluidde min of meer. Ja. En daar, ik herinner me een video van jou in de lift daar, een jong meisje en heel veel bloed. Ja. Bloed is wel iets dat in jouw werk blijft opduiken. Hè? Ik zie het daar, maar ook in een tekening in de tentoonstelling. Ja. Zit het bloed ook? Ja, ik gebruik ook veel, dikwijls mijn bloed. Het is rood, ook bij mij. Hè? Mm-hmm. Het is mooi, het staat voor leven. Het is u zo eigen, het is uw DNA. En dan persoonlijk is het voor mij iets wat ik eigenlijk altijd moet in de gaten houden of dat er wel
genoeg ijzer is. En, allee, ik heb altijd het probleem met mijn bloed, ik neem niet genoeg stoffen op, dus ik kom daar veel... Dat is een issue. Dat is een issue, dat is heel belangrijk, ja. Ja. En om er dan mee te werken, voor mij is het... Iets geven. Iets wat belangrijk is, geven. Iets groots. Niet dat ik groot ben of zo, maar iets van diep proberen te communiceren. En daarvoor gebruik ik dikwijls mijn bloed. Mm. Ja. Ja, oké. Okay, ja. Nee, er zit iets in. Maar natuurlijk, bloed is ook een materiaal. Het is ook een mooi materiaal. En inderdaad, het heeft een bepaalde associatie die... ook iets morbide kan hebben, of iets lugubers, of niet? Speelt dat bij jou mee, dat bloed iets magisch, maar ook iets... Ja, maar iets, alles heeft twee kanten, hè. Alles is... En na het een komt het ander, en met het een leidt het ander in, en dus ja... Mm-hmm. Een kauwgom is ook maar iets vuil, hè. Ja. Maar het is wel roze en grappig, en voilà. Ja. Dit is een foto die ook op de uitnodiging staat. Ja. Valt me nu ook ineens weer op dat je hebt zo'n barok patroon op die gordijnstof. En dat barokke patroon komt op de een of andere manier ook in dat tapijt min of meer terug. Die, ja, die florale motieven. Dit vind ik een typische Elke Andreas Boon foto. Dat is zoals ik ze verwacht en ken ook. Een kwetsbare vrouw in een staat van ontkleding. Dat is een heel typische iconografie die je hebt ontwikkeld in de jaren 90. Hmm. Die ook met jou wordt geassocieerd, hè, ondertussen ook wel. Dat kwetsbaar. Ja. Thanks. Maar ook de dubbele bodems die zo'n foto heeft. Hoe ontstaat zo'n foto? Dat wil ik eigenlijk eens weten. Hoe vind je dat model? Hoe bepaal je die setting? Ja. En hoe kom je tot dat beeld? Impulsief. Die neem ik er wel, een keer niet. Je kunt wel met een bepaald visioen, beeld, beginnen. Maar het werk, de omgeving, het gebeuren neemt dan toch over en je kunt eigenlijk nooit echt maken wat je in je hoofd hebt, dat ontstaat. Ik spreek veel mensen aan die ik mooi vind, die ik interessant vind, die mij fascineren, die om het even wat met de vraag of ik hen mag fotograferen of iets met hen kan doen, of dat ze met mij een koffie willen gaan drinken of whatever. En dan komt er wel iets. Ik werk graag met mensen. Ik vind veel mensen fascinerend. Mm-hmm. En dan vraag ik om bij hen thuis te mogen iets doen met hen. En dan gaan we gaan kijken in hun kleerkast of komen zij met iets zelf of zo. Voilà, en dat is haar tapijt. Ja, en haar onderbroek en t-shirt en zo. Ja. Dus je nodigt jezelf uit bij de mensen, bij wijze van spreken. Absoluut. En je komt daar een fotosessie organiseren. Ja. 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 Oké. Okay. Allee, als ze willen. Hè. Mm-hmm. Soms zeggen ze nee. Ja. Maar in dit geval bijvoorbeeld, dat model, je kende haar niet voor je die foto gemaakt hebt. Nee. Dus je bent eigenlijk op haar gezicht op. Of op haar houding, of op haar benen. Eigenlijk is nog, het was gewoon, het passeerde op Facebook. En ik heb erop geklikt en gevraagd of ze wel model zijn. Mm-hmm. En dan mijn site doorgestuurd, voilà. En dan zei ze ja. Mm-hmm. En dikwijls gebeurt het zo. Hoe moet ik me dat voorstellen? Je komt dan bij de juffrouw thuis, je hebt je apparatuur bij, je camera en dergelijke. Meestal gewoon mijn camera. Gewoon een camera? Ja. En wat gebeurt er dan? Ik bedoel, wie bepaalt dan dat uiteindelijk die foto deze is? Met hoeveel foto's ga je naar huis, bij wijze van spreken? Schiet je er dan 100 of schiet je er 5? Of? Nee, niet 5. Veel, mm-hmm. Ja. En deze blijft over? Nu misschien nog, maar nu in dit geval voor deze expo deze. En dat kan ook wel zijn, want als ik nu kijk naar foto's die ik vroeger gemaakt heb, zou ik er misschien andere uithalen. Het is een moment, en het is ook in een moment beslist dat die foto is nu. En misschien kijk ik binnen 2 jaar nog eens
naar die beelden en denk ik, dit is ook interessant. Of... Mm-hmm. En die blijven ook wel redelijk in mijn hoofd zitten. Ik weet nog wel wat ik met wie gedaan heb en zo. Mm-hmm. Het ontstaat, ik praat en... En heeft het model in dit geval ook inspraak? Bepalen jullie samen een kledingkeuze en een houding en een decor? Of is dat puur jouw wil en jouw visie die wordt uitgevoerd? Of is dat meer een soort dialoog? Er is een stroom mm-hmm. en daar ga je op mee. Het is niet het een of het ander. Je begint en... We beginnen gewoon met koffie en met wat praten en... Je ziet waar dat eindigt. Ja, en het is wel een intiem gebeuren zo. En veel mensen praten dan over hun angsten ook. Voor de camera, maar ook voor andere dingen. En voilà. En, het gebeurt. Mm-hmm. En dan, we beginnen daaraan. Op een bepaald moment steunt hij misschien zo en denk ik, ah, dat is wel mooi. En dan mm-hmm. druk ik af en dan zijn we begonnen. Ja. En gebeurt het soms dat je naar huis gaat zonder één bruikbare foto? Of komt er altijd iets uit zo'n ontmoeting? Ja, dat is echt een moeilijke vraag. Het kan... Waarom ik dat nu op zeggen? Het kan zijn dat ik het voor dat moment niet bruikbaar vind. Heel dikwijls vind ik ze heel mooi. En zijn ze ook alleen maar mooi? Of duurt het lang eer dat ik er een diepere laag in zie? En dan denk ik, dit zijn mooie foto's, zijn goede foto's, maar die zijn niet voor mijn oeuvre als beeldend kunstenaar. Mm-hmm. Even naar deze foto terug, ik vind die vrij iconisch. Wat in deze foto is dan voorbij het mooie? Het is een mooie foto, ongetwijfeld. Maar wat maakt dan van jou hier dat die foto tot jouw oeuvre mag gerekend worden? Het rijke barokke tapijt, absoluut. Ja. Dat draagt een geschiedenis met zich mee. Als je zo vier, waarom ik ook gekozen heb voor het gordijn, ook voor die stof. Mm-hmm. En die ook zo bewerkt heb. Daar zit een deel geschiedenis en ook kunstgeschiedenis in. Natuurlijke herhouding. Die zo een christisch figuur is of een figuur die zo naar de hemel gaat. Ja. Daar zit al die religie. Maar een blik is ook heel extatisch, hè? Ja, ja, ja. Het is een soort van visioen of een soort sublieme ervaring. Ja, ja, ja. De wereld is vol visioenen. Ja. Ja. En ze zweeft ook in een soort ei-vorm, als het ware, ja, rondom haar. Ja. Is schilderkunst voor jou een referentie? Gebeurt dat vaker dat je... Absoluut. Omdat je verwijst naar de barok of zo, of naar een religieus tafereel? Absoluut. Ja. Kijk je veel naar schilderkunst om tot je foto's te komen? Nee. Ja. Ik kijk naar niets. Ik kijk naar de omgeving en het model en zo, maar ik ga niet naar andere... Ik vind het moeilijk om naar andere kunstenaars te gaan kijken. Ja. Of er ontstaat een verlammende adoratie. Of je stopt met werken omdat je denkt van ja... Alles is gebeurd. Alles is gebeurd. Of ik word zeer arrogant en denk, maar ik ben toch wel veel beter. Hm. Ik denk gewoon, dit is mijn werk, dit is wat ik doe en dat is mijn lijn. En daar moet ik in verder gaan en ik maak zeker werk dat veel mensen niet goed vinden, maar dat is wat andere mensen denken is ook. Dat zijn mijn zaken. Mm-hmm. Ik moet eraan uitgeraken wat ik denk en wil en probeer te communiceren. Ja. Hoe komt het dat je voor bepaalde foto's echt radicaal kiest voor een rijk kleurenpalet en voor andere foto's meer de monochromie en het zwart-wit opzoekt? Is dat ook een doelbewuste keuze of is dat iets dat door het moment wordt bepaald? Nee, dus ik weet niet of ik dat goed kan verwoorden, maar het zijn allemaal lage informatie. En de houding en de setting en
dat is allemaal taal. En kleuren is nog zoveel taal. En overdaad is overdaad. Dus. En zwart-wit heeft een soort... Ook al is er al altijd kleuren, heeft zwart-wit voor mij een soort grotere stilstand in zich. Een soort tijdsoverbrugging, een vertraging. Een vrijer beeld kun je dan ook niet zeggen, want het is eigenlijk heel nauw. Het refereert naar meer geschiedenis. Mm-hmm. Het lijkt een grotere tijdsprong te hebben dan gewoon een kleurbeeld. Ja. Maar ieder beeld is anders, dus er is geen regel. Mm-hmm. Het is ook suggestiever, hè, in veel gevallen, zwart-wit. Ja. De suggestie van kleur in plaats van kleur. Dus ja, absoluut, ja. Plus, er zijn zoveel nuances ook in grijs en... Een aspect dat vrijwel in al je je foto's die eigenlijk ook portretten zijn, hè, tot uiting komt, is zo die mix van kwetsbaarheid en stoerheid vaak ook. Hè. Bijna al je modellen op de een of andere manier hebben een kracht, stralen ook een kracht uit, maar tegelijkertijd zijn ze heel... kwetsbaar, ook omdat ze vaak naakt of naakt zijn. Een tegenstelling voor u? Ik weet het, ik vraag het aan jou. Hoe zie jij dat? Ik denk dat een pak lef moet hebben om je kwetsbaar op te stellen. Ik denk dat we ons graag verstoppen achter allerlei lagen en maskers en vormen en gedragscodes en normen en whatever. En als die allemaal weg zijn, zijn we kwetsbaar. Ja. Maar daarom niet zwak. Mm-hmm. Ja. En het is net voor mij als persoon en ook denk ik een aanzet om te werken, het onderzoeken van wat is de norm of waarom is dit de norm en waarom doen we onszelf die norm aan. Mm-hmm. Ja. En waarom hebben we die nodig om onze samenleving zo te organiseren en is er geen alternatief? Ja, ik vind het interessant dat je zegt dat je mode gestudeerd hebt. Hè? Fotografie en mode hangen heel nauw samen. Op welke manier heeft jouw mode verleden of jouw modeopleiding jouw hedendaagse fotowerk bepaald? Zie je daar zelf nog een connectie of een link? Of is dat eerder een totale breuk die je daar hebt proberen te veroorzaken? De menselijke figuur staat sowieso. Het speelt sowieso een grote rol, denk ik, in jouw beeldend werk. Ik moet zeer lang over nadenken. De dingen die ik maak in de modeopleiding, waar je eigenlijk... Eerder dan mooie kledingstukken, meer objecten. En ik maakte ook video's en foto's en verhalen daar rond. Die in hun vorm eigenlijk dezelfde vraagstelling hadden als wat ik met mijn beeldend werk doe. Dus ik ben afgestudeerd en ik heb daar dan niks meer mee gedaan omdat dat niet mijn richting was. Maar je hebt ze toch uitgedaan? Ja. Dat betekent toch al heel wat dat je 4 jaar lang, bij wijze van spreken, iets doet dat niet jouw ding is. Of niet jouw richting is. Ja, maar er is een verschil tussen op een academie zitten en van in het kask. Ik zat in de mode, maar ik ging eigenlijk altijd in dat leven van de monumentale. Of ik ging dan gaan monteren bij de film. Allee, je kon daar overal naartoe gaan. In mijn derde jaar ik moet dan zo'n collectie maken, ik moet dan 20 stukken maken. En tegen de kerstvakantie waren mijn stukken klaar. En dan dus, ging ik naar de 3D gaan zitten, of ging ik daar gaan zitten en... Ja. Mm-hmm.
Ik vond dat een brede opleiding, maar ik zat wel eigenlijk in de richting mode. Ja. Ik heb daar de eerste video's gemaakt. Ik denk dat dat wel een beetje een andere opleiding was dan in Antwerpen. Mm-hmm. Ja. Vermoedelijk, ja. Als je Antwerpen mode doet, dan is het hardcore mode. Hè? Ja. En in die mode wordt alles gecombineerd, maar je kijkt niet buiten echt. Dat was wel in Gent toen. Ja. Oké. Okay. Op de tentoonstelling in de galerie hangen ook een aantal werken op papier. Mm-hmm. Wat kan je daarover vertellen? Hoe verhouden die zich tot jouw foto- en videowerk? Is dat een aparte categorie of is het samenhangend? Nee, ik denk niet dat je van mijn werk zo armen en benen kunt afknippen, want dan is het dood. Het zijn delen en het is een rare zin, maar het werk op zich is niet het doel. Het doel is wat het werk communiceert naar degene die er naar kijkt, die zich tot verhoudt en zo. Maar er is ook een interactie tussen de verschillende werken. En sommige werken hebben voor mij om het verhaal volledig te maken, andere media nodig. En sommige hoofdstukken van het boek hebben dan een eigen medium nodig. Bijvoorbeeld, ja, de tekeningen voor mij zijn heel open, zijn heel wit. Niet omdat ze leeg zijn, maar omdat ze zich open willen verhouden tot degene die kijkt. Mm-hmm. Ze zijn ook wit op wit op wit, maar er zijn veel verschillende soorten witten. De nuances van dingen zijn belangrijk. En ze hebben dan... Ik kan het niet goed zien, maar ze hebben ook een relief en zo een, ja. Interessant is als je in de tentoonstelling in elkaars buurt ziet dat foto's in de buurt van zo'n tekening meer foto worden. Met andere woorden, het fotobeeld gaat zich sterker articuleren als een ander soort beeld dan die beelden op papier die daar vlakbij hangen. Met andere woorden, het statuut van die werken versterkt zichzelf. En elkaar. Doordat ze elkaar, ja. Als het ware... Ja, misschien is het daarom ook. En dan een derde categorie van werk in jouw expositie zijn dan gemanipuleerde kledingstukken, objecten. Ja. Hè? ook hier beelden die je, als het ware, manipuleert om er iets aan toe te voegen. Ja, dus de albe is dus ook zo'n priestergewaad. In het bloed heeft gesleept. Maar het bloed is dan ook weer opgesmukt met parels. En... Rode pareltjes. Ja. Ja. Het borduren en het repetitieve van het naaien lijkt een oneindig is een oneindig werk. Mm-hmm. Een soort meditatief iets. Ja, het is een totaal andere manier van werken dan bij iemand, als het ware, binnenkomen en beginnen een setting te maken en foto's te maken. Terwijl hier zit je puur met jezelf, als het ware, hè? In jezelf bezig. In zekere zin. Is dat voor jou cruciaal dat die verschillende media dat tekenen? Ik neem aan dat dat een bepaald soort praktijk is. Het fotograferen en het borduren zijn drie totaal verschillende handelingen. Die elkaar uitdagen. Ja, is dat voor u essentieel om ja. Een balans te vinden? Om... Ja, ja. Ja, ja. Ik zou gewoon er niet meer toe komen om
om te gaan fotograferen moest ik niet tekenen of geen muziek maken of niet borduren. Ja. Mm-hmm. Een thema dat in jouw werk al sinds de jaren 90 een sterke rol speelt, is man-vrouw. Mm-hmm. Maar ook een soort van de androgynie, hè, de, mm-hmm. het twijfelen tussen man-vrouw. Vrouwen met een mm-hmm. soort mannelijke eigenschap, mannen met vrouwelijke eigenschappen. En wat zich daartussen manifesteert, onder meer via kinderen, die ook zo nog soms twijfelachtige mm-hmm. genderstatuten hebben of zo. In de jaren 90, toen ik jouw werk zag, associeerde ik dat heel sterk met een soort van nieuwe generatie van jonge vrouwelijke kunstenaars die een soort van postfeministische retoriek leken te hanteren. Die leken te stellen, mannen en vrouwen, dat bestaat niet meer. De strijd der seksen is voorbij. Eigenlijk zijn we allemaal bijna interseksueel of een soort van geslachtsloze wezens. Terwijl de kunstwereld toen toch nog best wel een mannenzaak was. Mm-hmm. Heb jij de wereld van de kunst zien evolueren op dat vlak, parallel met de maatschappij, kwestie van man-vrouw situaties, machtsrelaties, hè. Tegenwoordig met MeToo is er een hele nieuwe hype ontstaan om bepaalde van die relaties te expliciteren ofzo, maar de kunstwereld is natuurlijk ook heel sterk een mannenwereld geweest, juist jonge vrouw in de jaren 90, je hebt met Jan Hoed samengewerkt, om er maar één te noemen, hè. Heb je dat ervaren, die machtsrelaties? Werden die uitgespeeld of heb je daar niet echt een Mag ik een joker inzetten? Ja, maar nu niet. Is dat een lastige vraag of een moeilijke? Nee, ik vraag het ook omdat in jouw werk man-vrouw relaties wel ergens ook aan bod komen. Dat kan ik wel uitleggen waarom ik dat doe. Ik ben helemaal niet over de kunstwereld bezig in mijn werk. Mm-hmm. Misschien blijf ik daardoor zo wel onder de radar en zo, maar anyway. Hoe moet je dat nu goed uitleggen? Ik kan gewoon versteld kijken naar de verwachtingen en de normen die vrouwen of mannen zichzelf opleggen om een bepaalde groep te houden die eigenlijk hoe lang, ja, de laatste 20 jaar vooral economisch is gefabriceerd. Wat bedoel je? Ik wist dat niet duidelijk. De verwachtingspatronen waar mannen en vrouwen aan moeten voldoen? En zichzelf. Kan je dat wat concreter toelichten? Heeft dat te maken met economie? Hoe mensen zich gedragen tegenover elkaar? Of, ja, absoluut. Of hoe ze in de media worden opgevoerd? Ja, ook. Ja, zeker. Het is zelfs zo dat, hoe noemt ze nu weer? Aisha Tasha ten Broek, ja, een Nederlandse socioloog, dat wanneer dat, moeders weten dat er in een buik dan een jongetje of een meisje zit, dat ze zich al anders gaan verhouden tot de baby die groeit. En dan krijg je de nature-nurture-vraag. Of gender iets is dat je van nature meekrijgt of je wordt opgelegd via opvoeding. Hè? Ja, maar en opvoeding krijgen we dan de opvoeding, maar je hebt dan ook nog de economie die daar enorm op inspeelt. En dan kom ik soms in situaties waar mij eigenschappen toegeschreven worden, omdat ik dus van het vrouwelijke geslacht ben, waar ik eigenlijk totaal niks mee te maken heb. En ja, bij mannen hetzelfde. Mm-hmm. En ik vind dat een verarming en ik vind dat... Mm-hmm. Natuurlijk zijn er verschillen tussen een man en een vrouw. Het zijn twee individuen ook, tussen verschillende... Maar is dat ook de reden waarom in veel van jouw fotowerk die androgynie, die tussengeslacht situaties... Ja, omdat ik mij daar niet door aangesproken voel, door dat mm-hmm. vrouw... Ja. Wat je verondersteld bent al dan niet te willen en te doen. En... Ja. Mm-hmm.
En dus de vraag over de machtsstructuren in de kunstwereld, al die normale, is dat uw joker? Ga daar niet op antwoorden? Ik weet niet of ik daar kan op antwoorden, omdat... omdat ik niet goed weet of dat ik alle situaties die ik tegenkwam wel goed kan inschatten. Mm-hmm. Omdat ik... het geen evident spel vind om carrière te maken en zo. En ik weet dus niet... in hoeverre dat dan zou zijn omdat ik een vrouw ben of omdat ik er gewoon niet goed op in speel. Dus ja. Wat wel ook het geval zou geweest zijn in mijn traject. Volledig terzijde dan, hoe was het om als jonge kunstenaar in 1996 door Jan Hoet op dat moment toch op het toppunt van zijn roem, als het ware uitverkoren te worden om ergens aan het begin van zijn tentoonstelling, De Rode Poort, jouw werk was een van de eerste die je kon zien, op een vrij pregnante plek zelfs, een soort, ja, in de spotlights te staan. Was je daar op dat moment sterk mee bezig of beschouwde je dat gewoon als een deel van het parcours van, oké, dat doen we gewoon wel eventjes? Maar ik was geen kunstenaar. Oké. Ik was dat niet. Wat was je dan? Dat weet ik niet. Oké. Maar hoe is Jan Hoet dan toch bij jouw werk gezegd, jij bent... Nee, ik wou... film studeren of zo. Ik weet veel wat ik wou doen. Ik woonde alleen, ik had niet veel geld, dus je kon 50.000 Belgische frank winnen als je meedeed aan het eerste kunstsalon van Gent. Kunstsalon? Dus, kunstsalon van Gent, dat was een wedstrijd. Klinkt dus, een beetje louche, maar goed. Ja. Dus ik heb een filmpje gemaakt en ik had ook wel al wat fotootjes gemaakt. Maar ik was niet, ik had niet dat ding van, ik ben de kunstenaar. Nee, ik maakte dingen, maar... En ik had dat gewonnen. Met een film? Met die video. Met die video. Ja. Mm-hmm. Heb je die bij? Nee. Mm-hmm. Ik vond niet. Hoe begon het mee? Ja, ik weet waar het mis, maar... Oké. Ja. Gearchiveerd. Ja, voilà. Mm-hmm. En ik kon er toen niet aan. Mm-hmm. Voilà, en dan ben ik dus naar het museum gegaan, waar Jan Hoet was. En dan zei je, majestal dat je hebt, breng nog eens wat mee. Je bent jezelf gaan presenteren? Ze had gevraagd of ik naar het museum wou komen, omdat ik dat gewonnen had. Die prijs. Ah. En dan zei ik, wil dat tonen in... En dan toonde ik wat foto's en zei hij, je bent een kunstenaar. Als Jan Hoet zegt, dan is het ook zo natuurlijk. Maar wist voilà. Sindsdien ben je... Ja, eigenlijk wel. Maar ik was veel te naïef om de kansen die ik toen kreeg... had ik dat niet door. Mm-hmm. Dat iets... Maar dat moet toch heel veel mensen op jouw spoor gezet hebben? Hè? Jouw naam was op dat moment onbekend... Jan Hoet zijn openingstentoonstelling aan het smak. Die kwamen niet bij mij, hoor. Heb je daar geen effecten aan ondervonden van verzamelaars of galeristen of curatoren die... Ja, wel een bepaalde galerij toen, maar ik had echt het gevoel dat dat meer een muur was dan dat een kans was. En dan... Nee. Ja, het is toch bizar is dat dat niet... Maar ik was toen wel wat bizar en ik had echt... Allee, ik was hier naïef. Ik was hier naïef. Ik had... Ja, voilà. Ik weet, mensen gaan naar een kunstrichting en hebben dan een plan. Ik ga kunstenaar worden, ik ga dat zo en zo. En die kennen de weg. En ik had daar niet over nagedacht. Je had geen strategie klaar. Nee. Ja. En ik heb ook niet op de trein gesprongen. Ik had zoiets van, wauw, een trein. Knap. Daar gaat hij. Ja, voilà. Zo, dat is het een beetje. Ja. En heb je daarna nog met Jan Hoet samengewerkt? Of was dat de eerste en de laatste keer? Nee, er zijn nog enkele dingen. Dus, en dan vlak voor hij... Stief. Kwam ik hem tegen. En had ik een werk getoond in Kortrijk. Needlework. En ik had dat werk... ik heb het niet bij... dat was een
Ja, dat is wat. Ik had een werk gehangen naast een schilderij waarop, ik weet niet meer van wie dat is, waarop dan mensen ook aan het naaien waren. En is dan aan mij komen zeggen, again, jij bent een zeer goed kunstenaar en waarom zijn je nog niet beroemd? En ik kom binnen 2 maanden naar je atelier. En dat is niet gebeurd? Nee, dat is niet meer gebeurd. Ja, interessant, ja. Bah, ja. Oké. We gaan langzaam maar zeker afronden om ook de mensen hier aanwezig de kans te geven om een vraag te stellen of te reageren. Maar ik had nog eigenlijk een vraag over dit werk, dat ook in de galerie tentoonstelling te zien is. Heb je hier een wacht? Ja, rechts onderaan in het beeld kan je het zien. Die ballen onderaan die tekening, die ook met jouw bloed, denk ik, ingekleurd is. Ja. Die ballen zelf, die vond ik heel raadselachtig. Het zijn lederen voetballen die openbarsten en waaronder een gouden bal lijkt schuil te gaan. Wat is daar, los van de poëzie van het beeld, maar is daar een, ik vermoed dat daar een metafoor of een idee achter schuilt. Zeker in combinatie met de tekening, maar ik weet ook niet of de tekening daar echt onlosmakelijk mee verbonden is. Ja, nee. Ik heb altijd zo'n grote globale wereldfilosofie. Die ik meestal voor mezelf hou. Die ballen en ook die pointes, die hebben een link voor mij. Oké. Ja. Er zijn ook met pareltjes ingeborduurd, ja. De mens is eigenlijk het enigste wezen, denk ik. Ja. Dat zich kan verheffen tot iets groter, dat zichzelf kan perfectioneren, bijna omvormen, overstijgen. Ja. Denk aan atleten, sommige zangers, koren die zo schoon klinken dat je eigenlijk religieus zou worden. Maar dat vraagt veel training en doorzetting en zo. En voilà. Dus je moet door iets hard heen opnieuw. Het lijden. En opnieuw. Ja. Totdat je een kern, een essentie, een iets. Voilà. Dat zijn die ballen. Lijden en schoonheid. Opnieuw zo'n beetje die... Maar lijden, ja, ik weet het niet. Zie... Ik heb zelf lang, vandaar die pointes, klassiek ballet gedaan ook. Maar voor veel dansers, ik heb niet met voetballers gepraat, maar dansers en turners, die ken ik meer. Dat lijden, of wat andere mensen lijden noemen, is eigenlijk gewoon erdoor gaan. Is eigenlijk deel van het traject naar het doel en de weg. Ja, het is gewoon deel van de weg. Lijden, het is doorzetten. En dat op zich is... Mm-hmm. Het is... wie dat je... Maar betekent dat je daar dan een extreem respect voor hebt? Om het feit dat je daar een werk als het ware aan wijdt? Ja, aan absoluut. Ja, zoiets. Een soort hommage bijna dan. Maar hommage, ik denk... Dat zijn mensen die keuzes gemaakt hebben in hun leven. Die zegt, ik ga naar dat pad en dat is hard, maar ik ga daar door. Dit is wie ik ben en dat is wat ik doe. En ik wil mij niet laten beïnvloeden door... Dit is het gewoon en... Ja. Ja. Ik heb nog één vraagje. Op de bovenste verdieping hangt er een borduurwerk met tekst. Hè, waarvan de eerste zin luidt, I'm sorry for not being a good artist. Ja. En je... verandert de zin dan zo dat de woorden telkens van nevenschikking wijzen, dat ook de betekenis verandert. Hè? Maar je begint wel met op de eerste lijn te staten, I'm sorry for not being a good artist. Hè? Het spijt me dat ik geen goede kunstenaar ben. Verklaar u nader. Ik denk dat natuurlijk niet. Maar is dat een soort ironisch statement? Of ja, is het, voor een deel wel. Of is het toch een... Teken van kwetsbaarheid of twijfel of existentiële crisis of hoe moeten we dat zien? Crisis. Ik denk ieder werk maken,
draagt al die zinnen in zich die daarop stonden. Ik was daarmee bezig en ik had zoiets van, ja, dit is het gewoon. Dit is het schikken en herschikken totdat je bij de essentie uitkomt. En dat heb ik dan ook gedaan. Het naaien is het zwoegen en weer rood en de witte zijde. En de zijde is van een trouwjurk. Ze heeft ook iets van strafschrijven zo, hè? Ja, absoluut. Ja, de repetitie, ja. Want er komt dan ook in natuurlijk, I'm not sorry for being a good artist. Hè? Het spijt me niet dat ik een goede kunstenaar ben. Ik heb dat werk gemaakt eigenlijk direct. Ik kreeg de zoveelste weigering van de beoordelingscommissie voor de subsidiebeurs, waarin stond dat ik af en toe toevallig eens een goede foto maken voor de rest toch wel niet relevant was. Oké, okay, dat komt aan. Ja. En als reactie, ja, oké, okay, dat snap ik. Ja. Ik sta er nog altijd achter. Het afschrijven van iets, ja. Voor we het publiek eventjes aan het woord laten, wou ik jou vragen of je nog iets wilde vertellen. Nu? Nee. De vraag waarvan jij hoopte dat ik ze zou stellen, maar die ik niet gesteld heb, die kan je nu aan jezelf stellen of iets dat je nog wilt meegeven? Oh, ja, kijk, dan moet je daar al lang over nadenken, want zo ben ik. Zoveel tijd hebben we natuurlijk niet, hè. Maar ik kan nog even een paar beelden tonen van de expositie. Hè. Die toch ook wel. Dat vond ik een hele straffe ook wel, ja. Die vallen er iconografisch een beetje uit. Hè? Die marines, waar jouw portretten soms iets claustrofobisch hebben, binnen. Hè? Zijn die zeestukken natuurlijk wel. Er was zojuist nog eentje, denk ik. Deze. De wide open. Hè? Dat verre... Het is de macro en micro, zeg. Ja, inzoomen, uitzoomen. Ja. Maar wat houdt jou zo bezig met die zee, dat je daar zoveel... Dus dat zijn grote foto's, hè? Ook. De oneindigheid ook van het alles, van het verlangen, van het... Het is heel romantisch eigenlijk. Het is bijna subliem. Het is wel 19e eeuws. Toen we een beetje denken aan Friedrich en Turner en die schilders. Ja. Ja. Maar Friedrich ook, die monnik op het strand, zo, die naar de zee kijkt. De oneindigheid. Of de... Natuurlijk is het ook dat, maar dat is ook het denken. Dat is ook het analyseren en het zoeken naar de essentie is ook oneindig. Je komt ergens uit en kan dan nu overtuigd een bepaalde stelling nemen dat ik er echt heel zeker nu van overtuigd ben en dan weet ik wat, 2 seconden daarna denk ik, ah nee, dat klopt niet. En zo is het oneindig, zo gaan we oneindig ver. Ook een soort constante beweging. Ja. Zoals een zee. Ja, maar die je dan wel bevriest in je foto's. Baf, dat is een beeld. Hè? Ja. Oké. Okay. Ja. Mm-hmm. Ja. Hoe? Het is aan jullie. Is er een reactie of een vraag? Of een suggestie of een tip? Mag ook, hè? In die zee zijn ook geconverseerd, hè? Moet je dat nu zeggen? Ja, ik vind dat interessant. De receptuur. Dus de lucht en de zee zijn eventueel aparte beelden of wat? Ja. Ik maak al mijn beelden. Ik heb in mijn foto's maar geen enkele behoefte om ook maar waarheidsgetrouw te zijn. Ik ben een zeer slechte fotograaf. Dus je bent niet alleen een slechte kunstenaar, maar ook een slechte fotograaf. Ik zal dat schrijven. Ja. Dus eigenlijk werk je meer zoals een schilder, hè? Die ook een beeld samenstelt. Hè? Ja. Ja. Friedrich en Turner stelden ook hun zeeën samen natuurlijk. Hè? Ja. Op hun eigen manier. Ja, ja, met impressies. Omdat... Het werkt op de herinnering, denk ik. Als je naar een werk kijkt... Dat komt binnen en dat werkt. Je moet je daarmee kunnen associëren. En iets in je vinden waarmee dat je associeert, waarmee dat je dat kunt plaatsen. En ik kan iets ongelooflijk groots voelen, meemaken, zien. En dan kijk naar die foto. Nee, dit is het niet. Dit is veel te klein om die grootheid ervan te tonen.
En zo ben ik beginnen samenstellen tot ik dat kon overbrengen, wat ik voelde. En voilà. En de blauwe zee daarbij heeft dan natuurlijk ook nog dat blauw, maar natuurlijk die zee was niet zo blauw, dat is dat inktblauwe. En dat inktblauwe, ik weet niet meer de nummer waar dat heeft, maar dat is zo het pelikaanblauw, dat ook in ons geheugen zit van de inkt, van het schrijven. Dat is ook een blauw waar dat men vroeger zo de paardenstallen mee verfde om wat rust te brengen in de stal en zo. En die zee, de zee brengt beide, die is vol leven en oneindig. En die brengt energie, maar die brengt ook die rust en die meditatie. Ja, oké. Kan ik inkomen? Ça va? Is er nog een vraag of een opmerking of een reactie? Maar ik kan dat echt heel goed uitleggen. Wie? Wat? Ik, hè. Ja? Het is geen vraag. Ja, voilà, je bent heel, heel duidelijk, ja. Oké, goed. Dan wil ik jou heel hartelijk danken voor jouw aanwezigheid en jouw bereidheid om te vertellen.